vrijtrein, meer een selectietoestel, waarin dus de piloten geselecteerd worden om dan uiteindelijk hun militaire vliegopleiding verder te zetten. Dus ik kan nu samen met u een keer proberen, hij is ondertussen natuurlijk al begonnen, enkele manoeuvres van ons Fleming hier te beschrijven. Dat is wel herkend, dus gewoon de looping of een verticale lus. Een 360 graden draaien in het verticale verlaagvlak. Dus dan een snelheid nemen. Klimmen, deze hebben we anders. Stolturn. Dus klimmen tot snelheid nagenoeg 0. Draaien over een van de vleugeltips om dan terug aan te duigen voor de volgende manoeuvres. Ja, ja. Kijk, dat macht hij dan weer zo klein af. Dat ziet hij echt goed. Voilà, on a déjà commencé, on est 10h, on a passé 10h. Et donc on a la première présentation, c'est le... Oh. Yeah. Et stationné en cargo. Et l'avion, le T-17, nous est présenté par Fleming Ericsson. Right, so here we've got a T-17 from the Royal Danish Air Force. Now we'll see more than one of these later on in the show with a baby blue display team. This T-17 is powered by a Lycoming 200 horsepower Boxer engine. Rated to a plus 6 G's, minus 3 G's. Here he is carving it up in the sky to the left. Hier zien we weer een soort stolturn, dat is dus draaien over de vleugeltip. Dat is om te zeggen dat is om zo snel mogelijk terug 180 graden te kunnen draaien. En we gaan nu voor het programma hier naar de Cubaanse 8. Het is eigenlijk een looping waarbij het aanduiken gaat een halve rol uitvoeren om dan terug aan te duiken, snelheid te nemen voor de volgende begin van een loop. Dat is dus voor de basis acrobatische manoeuvres zit dus terug. Omhoog en dan aanduiken naar de grond, terug een halve rol. En als u dat volledig bekijkt, is dat dus een horizontale act. Vandaar de Cuban 8 of Cubaanse act in de vaktermen van de luchtvaart. Now this T-17 has been in service in the Royal Danish Air Force since 1975. A nice bottom side view of the aircraft. Now this aircraft is very sensitive to turbulence, and the combination of this plus the fact that it's got a small engine makes it very, very demanding to fly, especially when you're doing precise formation, as you'll see later on in the show. Zoals gezegd, het toestel wordt gebruikt voor vliegopleiding. Want de Deense luchtmacht doet eigenlijk een selectie op dit toestel, op deze T-17. Enkele van ze leren natuurlijk eerst vliegen op dit toestel, leren ook de basis, navigatie en acrobatie. En dan wordt daar een selectie gemaakt. En voor de verdere vliegopleiding worden dan de Deense piloten naar Amerika gestuurd, naar Wichita Falls in Texas. Om deel te nemen aan het ENJIP, het Euro-NATO Joint Jet Pilot Training Program, om daar dus een operationele training, dus eerst een gewone militaire opleiding te krijgen als piloot, en dan een operationele training en keer dan terug naar Denemarken, om dan natuurlijk te vliegen op F-16. Donc, ce T-17 utilisé comme avion de base, donc la formation élémentaire, c'est plutôt une sélection au sein de la force aérienne danoise, c'est-à-dire ils font un petit programme de 30 heures de vol, et puis les candidats pilotes seront... Flying this beautiful airplane.